Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. Mijn naam is Marco Dreyer en ik ben de cultuurvlogger. En ik ben vandaag op pad met... Matthijs! Ja, dat hoort erbij. Blijkbaar is dat Matthijs een intro. Dat is mijn intro. We zijn in Utrecht, want we gaan paarden kijken. Nee, we gaan paarden kijken. We gaan naar de paardenkathedraal. Want Theater Utrecht is al een jaar lang bezig met een lab, een innovatielab, om theater naar de toekomst te brengen. En vandaag doen ze een festivaletje. Dus we gaan kijken wat ze hebben uitgevonden de afgelopen jaar. Dus kijk gezellig mee. En voordat je deze video natuurlijk verder kijkt, vergeet niet de video te liken, te delen met je vrienden, je zus, je moeder, je tante. En je kan natuurlijk vanaf nu de cultuurvlogger steunen via Petje Af met een maandelijks bedrag vanaf 3 euro. Of een eenmalige donatie als je het leuk vindt wat ik maak. En me graag wel steunen. En dan heb ik meer vrijheid om toffe dingen te maken. Dus dat is dat. En ja, we zijn bijna bij de paardenkathedraal hier. Aan de... daar. Ziet u nog niet. Ga eens even binnen kijken. Ja, een voetje of zo, ja. Dat is een soort drumcomputer krijgen we. Oké, we staan dus nu bij de set die is gebruikt tijdens de kleine zeemeervoorstelling van Theater Utrecht. Dus we hebben dus hier de apparatuur. Dus dit is gewoon een iPhone en een iPad, zeg maar. En dan hier heb je... kijk, op dit moment ben ik... Wacht, ik zal eventjes hier die erbij halen. Ik hoop dat jullie het zien. Kijk, die witte Mobi, zeg maar. Kijk, dus als ik beweeg, zal ik het even... Dan beweegt hij mee. Of zij mee. Kijk, zo. En je kan dus ook, en dat is heel tof... Kijk, hier heb je dus die tablet, zeg maar. Kijk, en dan, ik ben die witte... kijk... Die kan je dus gewoon laten zwemmen. En dat kan je dus tijdens een voorstelling met poppentheater kan je dat doen. En dat is heel erg cool om te zien. En je kan hier dus verschillende dieren kiezen, zeg maar. Dus dit is een die octopus, een plofvis en een... wat is het, een zeekoe erbij halen. En hier kan je ook emoties, dus blij, verbaasd, verdrietig, boos, selecteren. Je kan hier kijken en dat kan je dus allemaal live doen. Kijk, nu kijkt hij waar hij heen kan. Je kan zwemmen, je kan naar voor of naar achter zwemmen. Dat is heel tof om te zien. En dat is dan ook meteen een beetje waar deze dag om draait. Ja, hier kan je zien wat onderzoeks hebben gedaan. Maar Theater Utrecht is dus al een jaar lang bezig met onderzoek doen naar dit soort dingen. Wat dus de toekomst van theater is. En hier zijn ze aan het onderzoeken met game developers hoe ze dit kunnen pushen, zeg maar. Dus hier zie je al die designs van hoe gaat hij eruit zien met al die emoties. En dit hebben ze dus al gebruikt in de voorstelling van de kleine zeemeermin. De afgelopen tijd. En wat jullie net hebben gezien, dat was dus een guy in een pak. En dat was hier, die
in een pak stond, zeg maar. En die, er werd live geprojecteerd op hem in dat pak, zeg maar. Dus dat is heel tof om te zien. En ik vind het belangrijk dat je als sector blijft kijken naar jezelf. Van wat doe ik? Zijn we nog actueel? En alvast vooruitdenken. Kijk, natuurlijk niet elke voorstelling, elk jaarvoorstelling heeft dit nodig. Maar het is goed om na te denken. Kunnen we pushen? Kunnen we theater verder brengen naar de toekomst? En juist door dit soort dingen. En dit was echt mijn kindervoorstelling. Die natuurlijk al zo gewend zijn aan die beeldcultuur en ook videogamecultuur. Is het gewoon slim om te bedenken. En kijk, dit wat we net hebben gezien is natuurlijk één onderdeel van wat je ermee kan. Maar je kan daar zoveel dingen mee. Ze hebben trouwens over dit hele programma. Ze hebben in februari 2021 hebben ze een oproep gedaan. Daar hebben ze 136 aanmeldingen op gehad. Dat is natuurlijk superveel. Uiteindelijk zijn er maar 7 mensen op geselecteerd. En die zijn echt verschillende casussen ingegaan, zeg maar. Die zijn aan die concepten gaan werken, ideeën uitwerken. Uiteindelijk zijn er 3 mensen overgebleven, ook door agenda drukken dingen natuurlijk. Maar goed, die zijn hier met meerdere dingen bezig en dat is heel, heel interessant, zeg maar. Ja, hier zie je het hele bord van wie met welk idee bezig is. En we gaan zo ook even kijken, want hierachter zijn ze met een soundscape bezig, geloof ik. Even kijken wat dat te zien of te luisteren is. Want ja, wie weet wordt het wel meer, veel meer immersive allemaal. We zijn weer de paardenkathedraal uit. En ik vind het altijd wel interessant om eventjes dit zo in te duiken. Ik vind het ook wel dapper van... duiken, ja. Dapper. Dapper dat Theater Utrecht uitzoomt op echt de craft theater maken. En alvast naar de toekomst kijkt. We hebben die... hoe noem ik dit? Sculpting? Digital sculpting of zo gezien? Mm-hmm. Ik vind het heel lastig uitleggen. Ik vond het wel tof. Toekomstmuziek. Ja. Toekomstmuziek. En die Dreamscape was ook tof. Dus dat je een zwarte kubus hebt en dan met audio plaatsen ze objecten in een ruimte. Ja, dit klinkt heel abstract. Maar ik denk wel, ja. Oké, maar je hebt toch die video's dat je het kan laten zien. Dus eerst zagen we een soort installatie van een jongen die in een soort van... Ken je van die vouwtenten die je zo opgooit? Als je die uit elkaar haalt, dan heb je allemaal een soort van die shield zo. Daar die je voor je raam plakte, vroeger op de achterbank. Ja, dat zo. Ja. Nou, daar hebben ze een hele installatie van gebouwd. Daar hebben ze een jongen in een soort pak laten lopen. Die jongen die is... Wordt gescand in de ruimte. Zeg maar. En die heeft een soort pak aan. Waardoor die als een soort, weet je wel, Gollum in Lord of the Rings wordt uitgelicht zo. Ja, en hij is van tevoren is hij wel ontworpen. Dus hij beweegt dan. Het is een geanimeerde lichaam. En op een gegeven moment komt dan dat geanimeerde lijf komt weer op hem. En dan is er ergens... Ja, en dat is van de Kleine Zeemeer, heb ik helemaal uitgelegd. En dan heb je nog die Dream Soundscape, waar ik dus zei dat ze met audio-objecten in een ruimte plaatsen en het helemaal gemaakt is voor je oren, zeg maar. Ja. Dus, maar ik had daar juist wel zoiets dat ik dacht, leuk en zo, maar als je toch zo'n ruimte hebt, dan zou je wel meer kunnen doen. Dus dan zou je ook wel iets van licht van... In één keer is daar zo... Dat je iets meer met de andere zintuigen werkt. Zo. Maar goed, ik denk dat je daar gradaties in hebt. En als je de wind voelt, dat je ook... Als je het over wind hebt, dat je de wind voelt. Nou, ik ben... Het lijkt me ook wel leuk als een soort... hoe zeg dat? Als een soort podcast. Die echt met jou meebeweegt. Ja. Ik weet niet hoe, maar... Geen idee. Dat lijkt me goed. Ik ben heel benieuwd hoe dat... in het...
in het theater terug gaat zien in de toekomst. En dat, nou, zoals altijd, is wat Theater Utrecht doet van goede kwaliteit. Dus hij houdt het gewoon in de gaten. Jongens, ik zie jullie weer in de volgende vlog.